dat heeft Bert heel slim geschreven, vind ik. Er zaten ook heel veel dialogen, daar heb ik wel misschien wat van gesneuveld, maar er zaten heel veel dialogen in waarin dat mensen, bijna zoals Tsjechov ook heel goed kan schrijven, naast elkaar aan het praten waren. Gewoon in hun eigen wereld, met hun eigen gedachten. En de ander is bezig over dat ze van haar lief een mixer heeft gekregen en de een is bezig over een sigaret. En dat gaat naast elkaar, maar dat is ook hoe het in het leven gaat. Hè. De toon om die teksten van Bert Scholiers te zeggen, daar moesten we samen met een Bert naar zoeken. Want een Bert is een cinefiel, die is door zoveel geïnspireerd, met name door Amerikanen en door Fransmannen. En wat een Bert schrijft, die taal, die humor, die dialogen, dat is niet... Dat zijn wij niet gewoon als acteurs... om uit te spreken, dat soort woorden hier, hè, in onze Nederlandse taal. Dus dat was echt zoeken, maar we hebben wel een paar weken uitgerokken om los van de techniciteiten van de set te repeteren en vooral op die teksten te zitten. En om daaraan te blijven werken totdat dat eruit kwam op een manier die Bert interessant en geloofwaardig vond. Maar dat was wel een zoektocht, inderdaad. Die van hoe zeg je die zinnen? Ja. En als je dan... Je bent dan niet gewoon om zo'n zinnen te lezen hier als je een scenario leest. Maar als je die zinnen dan uiteindelijk gezegd krijgt als acteur, merk je, ah ja, ja zo, eigenlijk zo spreken wij wel vaak tegen elkaar als vrienden. Of dat soort schakels, zo, oh, van hier naar daar, die maakt er wel... Als mensen onder elkaar. Het zijn soms ook zeer erudite of intellectuele dingen die ze zeggen, die niet direct, denk ik, uit mijn mond hier spontaan zouden komen. En dan is het de kunst om dat zo normaal mogelijk te laten klinken. En Bert heeft ons daar ook zeer technisch bij geholpen. Als in dat Bert echt regisseert, oké, die twee woorden... Lachje, pauze 1 seconde en terug verder. Maar dat betekent soms, dat was een heel bijzondere sfeer op die set, want dat is een opperste concentratie en heel moeilijk. Zeker omdat ik ben, denk ik, meer een actrice waar je tegen moet zeggen, dat gevoel of zo, of die intentie, of ze voelt dat en zo. En dan denk ik, ah ja, oké, daar kan ik mee weg. Maar als je heel technisch begint te regisseren en daar... Nee, je moet... Kijk eens naar beneden. Dus na die zin, kijk de weg en dan terug. En in het begin denk je, wow, ik weet niet of dat dan wel gaat kloppen. Maar nu dat ik de film zie... En af en toe en heeft het zelfs... Op een gegeven moment zie je zelfs heel veel van die blikken... Met mijn Patrick is dat, dat we in dat bordeel zitten, denk ik. En dat je zo die blikken naar elkaar ziet. En dat zijn letterlijk blikken. Bert heeft daar, denk ik, letterlijk op een gegeven moment gevraagd... Oké, doe nu eens gewoon wat blikken. Dus dan zaten we gewoon zo... En dan zijn we, ja, ontwapenender. Oké, en dan zo... Wat ontwapenend. Dat is een heel bijzondere manier, hè. En om aan regisseren, maar wel heel cool. Ik had zo nog nooit met iemand gewerkt. Dus dat is wel... Heel fijn om dat eens te doen op die manier. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.